In Acquoy. Dat is een Gelderland in de Betuwe. En dat schrijf je zo. Juist ja. Net even lopen klussen bij de ouders van Annabel. Ik ben nog helemaal stoffig. Maar gelukkig regent het en kan de stof even van me afwaaien. Acquoy, klein dorpje, 580 inwoners. En het ligt er werkelijk schitterend bij. Nederland wilde graag neutraal blijven in de Tweede Wereldoorlog. Maar er zat toch enige dreiging aan te komen. En in 1940 werd zeer snel verdedigingslinies aangebracht. Zoals deze loopgraven, een bunker waar een mannetje of 20 in konden kruipen. Een koepel. Met een kanon erin, die naar links en rechts kon draaien. Allemaal achter deze dijk. Ik ga nog eens even een kort kijkje nemen in de bunker. Smalle ingang, uiteraard. Met een gat om te schieten voor mensen die niet naar binnen mochten komen. En een houtdeurtje, wat niet heel veel zal tegenhouden als daar een bom tegenaan gelegd wordt. Onze verdedigingslinie 1940. Even van bovenaf de loopgraven, goed zichtbaar. De bunker en de koepel erachter. Deze sluis is onderdeel van de Diefdijklinie, de voorloper van de Hollandse Waterlinie. De Lingen loopt hier. En als er een aanval zou komen van de vijand, konden de deuren opengezet worden en dan zou het land tussen de Lek en de Lingen volledig blank komen te staan. 10 mei 1940 is deze sluis open gegaan om de vijand tegen te houden. Maar we weten allemaal dat het niet heeft geholpen. Op de achtergrond Fort Asperen, wees steeds waakzaam, staat boven de deur. Dat kunnen jullie net niet lezen. En hier nog een paar schitterende haaientanden om de tanks tegen te houden. Achter mij de Betuwse toren van Pisa. 1,15 meter staat hij uit het lood. 0,2% minder dan de toren van Pisa. De scheefste toren van Nederland staat in Bedum, Groningen. Maar het mooie hiervan is dat hier in dit graf ligt Cornelia Pisa, de vrouw van de predikant de Kuiperie, overleden op 1 januari 1941. En de legende gaat hier rond dat deze toren nooit zal vallen, omdat vrouwe Pisa de beschermengel is. Prachtig verhaal. Dit was LoopTV. Tot de volgende keer.